hoe je het bent of keert. Wij staan vandaag de dag al voor een uitdaging die we digitaal Darwinisme noemen. De oude Darwin, die zei al, heeft ons geleerd, het is niet per se de sterkste soort, maar de soort die zich het beste aanpast, die gaat overleven. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat we te maken krijgen met technologie die onze hele samenleving overhoop gooit. Dat is in de geschiedenis al 4 keer eerder, al 3 keer eerder. Wij noemen de tijd waar we nu in zitten, daarom ook wel de 4e industriële revolutie. Kijk even mee terug. Eind van de 18e eeuw kregen we de stoommachine. Toen hebben we de paarden voor de tram vervangen door stoomlocomotieven. Voor die tijd werkte iedereen op het land. Eind van de volgende eeuw, van de 19e eeuw, kregen we elektriciteit. Zijn we fabrieken gebouwen met lopende banden. Hadden we een heel ander productieproces, een hele andere samenleving dan daarvoor. De vorige eeuw bracht ons computers. En we zitten nu in de tijd van de robots en de kunstmatige intelligentie. Deze hebben we meegenomen dat die in de auto passen. Maar het geeft wel een voorbeeld hoe robotica eruit kan zien in productiebedrijven. Dus wij hebben geen robots die in zorginstellingen werken of de Zora die net in de presentatie te zien was, dat soort robots doen wij niet. Wij gebruiken puur robotica voor in geautomatiseerde machines. Dus ja, ik weet niet of straks achteraf nog vragen zijn over robotica of hoe dingen werken of praktijkvoorbeelden, daar kan ik allerlei dingen over beantwoorden. Het was echt, de laatste jaren is het was echt in opmars en ook betaalbaar voor kleinere bedrijven, laten we zeggen. Maar in de automotive is het al nogal jaren beschikbaar. Ja. Waar het uiteindelijk naartoe gaat, in deze voorbeelden, is dat we een samenwerking gaan krijgen tussen robot en mens. Dus artiesten laten zich inspireren door een computer. Halen daar ritmes uit. Dat gebeurt nu ook al bij Cox bijvoorbeeld. Die IBM Watson die ik eerder liet zien, die heeft ook een hele hoop ingrediënten met daarbij alle smaakvarianten in een computer gezet. En kan daar op basis daarvan smaakcombinaties adviseren waar mensen eigenlijk niet toe komen. En dat levert allemaal hele nieuwe gerechten op die we allemaal heel erg lekker vinden. Dat is een ondersteuning van het vak van kok door een robot.